Gemeente van God te Gouda bijeen en allen die ook thuis met ons verbonden zijn. Wie van ons geeft de apostel Paulus ongelijk als hij ergens schrijft dat... Petrus zegt dat brieven van Paulus soms niet de makkelijkste zijn. Als Petrus dat zegt. Voor ons beseffen ook wel dat we zeggen die brieven zijn soms best wat abstract. Zouden ook kunnen zeggen een beetje dogmatisch, leerstellig. Soms wat moeilijk. Die lange zinnen. Totdat je ontdekken gaat dat de apostel Paulus ongelooflijk dicht bij de Heer Jezus Christus leeft. En naar zulke mensen luisteren wij graag. Mensen die dicht bij Jezus leven. Die hebben wat te vertellen. In onze tekstwoorden komt dat heel duidelijk naar voren. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik. Daar horen we in deze tijd wel van op. Ik. Dat typeert ons een beetje in 2024 levend. De cultuur waarin we leven. Ik. De cultuur van de zelfontplooiing. Jezelf zijn. Geloven in jezelf. Ik, gemeente, dat is tegelijk ook een heel riskant woordje. Een woord wat ontwricht. Ik, zodat je de ander nauwelijks kent. Kijk als leden van de christelijke gemeente op Pasen maar eens om je heen. Wie missen we? Wie zien we weer? Nieuw misschien? Aanspreken? Kennen wij elkaar? Dat je eigen belang of misschien ook groepsbelang belangrijker acht dan het belang van de gemeenschap, de gemeente. Is dat zo? Wat een dikke ikken roeren zich ook vaak in de christelijke gemeente, de kerk. Er is zoveel egoïsme, ik hoef u, jou dat niet te vertellen. Het is echt genade, gemeente, als we daar last van hebben. Echt. En als bekering, dat ouderwetse woord wat weer opnieuw gehoord moet worden, actueel is, beginnend in je eigen leven, van je ik bekeert. Tegelijk is onze cultuur ook een cultuur van ik twijfel. Dat je nooit voldoet aan dat waarvan je vindt dat je moet voldoen. En zo leeft, zuchtend en steunend, dag in dag uit. Ik, ego. Paulus gebruikt dat woordje ook in onze tekstwoorden, een en andermaal. Maar hoe doet hij dat? Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Het gaat hier, gemeente, om een geheim, om een mystieke eenheid van Paulus, de gelovige met Christus. Christus die in mij leeft. En die door mijn handelen en wandel zichtbaar wordt, door mij leeft. We moeten goed bedenken dat de wereld van de apostel Paulus en van heel de Galatenbrief, dat die wel even anders is dan de wereld van ons westerlingen in de 21ste eeuw. Natuurlijk. Ik sprak net van een mystieke eenheid, een mystieke ervaring. Eigenlijk moeten we zeggen, als je Paulus goed leest in het gedeelte wat we lazen, het is bij Paulus zelfs iets van een doodservaring. Paulus zegt, ik ben uit elkaar gevallen. Niet meer ik leef, want ik ben met Christus gekruisigd, gestorven. Met andere woorden, ik ben tegen God aangelopen en toen overleefde ik het niet. Ik ben door alles in mijn leven heen gezakt. En als uit de dood ben ik weer opgestaan, herrezen, als een ander mens. En nu leeft Christus in mij.
En gemeente, dat is nou dat veelbelovende, nieuwe, het paasleven. Christus leeft in mij. En nu zijn we vanmorgen hier bijeengekomen om dat Pasen nogmaals te vieren. Maar wat vieren we dan? En waarom zitten we hier? Paasleven. Paulus zegt, ik ben gestorven en ik moest helemaal opnieuw geformateerd worden. Gemeente, hier is sprake in onze tekst van het hart van het evangelie. Jezus, de Zoon van God, stierf de kruisdood, plaatsbekledend, dat wil zeggen voor mij. Het oordeel van God over al de ongerechtigheid van de mensen, dat is over hem geveld. En zegt Paulus, ik was daar ook. Toen dat oordeel van God geveld werd, Golgotha, was ik daarbij. Niet als omstander ergens in een hoekje te kijken wat daar gebeurde, maar ik was daarbij toen hij stierf aan het kruishout. Hij voor mij. En toen hij opstond, was ik daarbij. Hij leeft in mij. En het geldt niet alleen voor Paulus, hij zegt wel ik. Maar hij zou ook zeggen, en het geldt ook voor broeder Johannes. En het geldt ook voor Petrus. En het geldt voor Augustinus. En het geldt voor Thomas van Aquino. En het geldt voor Luther en Calvijn. En het geldt voor mensen die met mij aan de avondmaalstafel zitten in Gouda. En het geldt voor hen die naast mij zitten vanmorgen in de kerkbank. Gedoopte gemeente. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wat is dat geweldig. Iets over Galaten 2, gemeente. Een hele indrukwekkende geschiedenis komt daar openbaar. Eerst voor vers 11, waar we begonnen te lezen, gaat het over Jeruzalem, een samenkomst van zeg maar wat kerkleiders. Waarom? Nou, er waren vragen gerezen in zaken de bediening van de apostel Paulus onder de heidenen. Moeten de onbesnedenen, de heidenen, moeten die nou eerst besneden worden om toegang te krijgen tot God? Dat was een vraag geworden. Moeten ze besneden worden zoals ook Gods volk, de Joden, besneden waren? Maar in die samenkomst in Jeruzalem van die kerkleiders was men het eens geworden. Geweldig. Een overeenstemming. Joden en heidenen zijn één in Christus. En die eenheid vieren we dan toch ook aan de tafel als we deel hebben aan zijn lichaam en bloed, aan het offer wat hij bracht. Daar mogen we toch samen, Joden en heidenen, delen in dat ene heil. Geweldige gemeente, dat er dus in die dagen geen scheuring plaatsvond. Er vond in die dagen geen afscheiding plaats. Dat er sommigen zeiden, wij gaan voor onszelf beginnen. Nee, gemeente. Geen gedoe. Eenheid in verscheidenheid. Prachtig. En dan vers 11. Ja, we zijn er nog niet. Dat gebeuren in Antiochië. En gemeente, dat is om te huilen. Eerst zit men in Antiochië aan één tafel. Christenen uit de Joden en uit de heiden. Zo was het in Jeruzalem besloten. En men looft de God van Israël. Eén in hem, de gekruisigde die leeft. Er zaten daar in Antiochië geen dikke ikken meer aan de tafel. Geen mensen die pronken met hun identiteit. Wij zijn Jood of wij zijn uit de heidenen, maar tot geloof gekomen. Nee. Maar mensen verbonden aan Jezus. Leden van zijn lichaam. Gedoopt in hem. Die voor ons gekruisigd is en opgestaan. Paulus zal in de Romeinenbrief zeggen. Met hem begraven door de doop in zijn dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt. Tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij, christelijke gemeente in Antiochië, in nieuwheid van leven zouden wandelen. Wat is dat geweldig.
gemeente. Zo gemeente van Christus zijn. Zo de samenkomst bezoeken, ook op tweede paasdag. En elkaar verwachten. Dat je de drempel overkomt van de Pauluskerk of de Sint-Janskerk of waar dan ook. En dat je heel de jamboel altijd achter je laat, de wereld. En dat je de Heere door zijn geest in je laat werken. Dat dat nieuwe leven gestalte in je krijgt. Dat paasleven, dat christelijk leven. De gemeente van Christus. Niet binnenkomen met wat je in de wereld bent aan trots. Wat je bereikt hebt. Of aan schaamte, wat je aan misdaan hebt. Nee, maar dat je leeft vanuit de doop. Ik sprak gisteren nog iemand die zei: pa, dat doopvond staat natuurlijk niet goed bij ons in de kerken. Hè? Dat moet bij de ingang staan. En hij heeft gelijk. Wat dat betreft hebben we te veel weggedaan met de reformatie. Nog werk voor de kosten misschien. Maar het moet bij de ingang staan. Je doop herinneren. Ondergegaan, gestorven. En een nieuw leven. En om hier gevoed te worden. En als je bij de uitgang van de kerk bent, dat je dan weer je doop herinnert om als christen het leven in te gaan voor morgen. Christus leeft in mij. Gemeente, dat is echt genieten. Hier vanmorgen, maar ook daarbuiten, vanuit Christus. En als daar de christenen in de Antiochieën zo fijn samen zijn, dan komen er ineens anderen binnen. En die zeggen dat ze denken in de lijn van broeder Jacobus, de voorganger in Jeruzalem. Klinkt natuurlijk goed die naam Jacobus, halfbroer van Jezus zelf. Wij zijn in de lijn van Jacobus. Zo. Ze zijn van mening dat die apostel Paulus wel prachtige dingen over Jezus zegt. Maar dat dat nog niet alles is. Want Mozes hebben we ook nog, de wet. En Mozes moet ook aan zijn trekken komen. En wat gebeurt er nu als die gasten die binnenkomen en die eigenlijk wat naar azijn ruiken? Wat gebeurt er nu? Nou, dan ineens staat Petrus op van de tafel des Heren. En ook Barnabas staat op en nog wat anderen. En ze scheiden zich af. Ze breken de gemeenschap. Gemeente, het is echt huiveringwekkend wat hier gebeurt. Daar dreigt een scheuring in het lichaam van Christus. En de apostel Paulus is dan ook diep geraakt. Paulus reageert als een poes die op zijn staart getrapt wordt. Of een hond die aan zijn baas, als iemand aan zijn baas komt. Je zou de hele brief eens moeten lezen. Wie heeft u betoverd? Wat in Christus één is, wordt hier zomaar eens even uiteengedreven. Gemeente, daar zit de duivel achter. De diabolos, de uiteendrijver. Dat is zijn naam. Laten we nagaan wat er precies gebeurt. Volgens bepaalde geboden mochten Joden niet samen met heidenen, onbesnedenen, onreinen aan één tafel zitten, maaltijd gebruiken. En de vraag hier is: hoe sta je nou in de rechte verhouding tot God? Bepalen dat nu de geboden, Mozes, onze inspanningen, ons doen en laten? Dat het wordt Mozes wat en Jezus wat. De wet wat en Jezus, het evangelie. Wat moet ik op tafel leggen om goed te zijn voor God? Om tof te zijn zoals het was in den beginnen. Wat moet er van mijn kant op tafel gelegd worden? Wanneer ben ik nou echt gelukkig?
Wanneer leeft er nou echt vrede in mijn hart? Vrede met God, vrede met de schepping, vrede met mijn naast. Wanneer is het nou weer goed? Nou, gemeente, één ding. Niet als we onszelf slaaf maken aan de eisen van een ander. Doodvermoeiend. Niet als we ons slaaf maken aan de cultuur van onze dagen. Niet als we ons slaaf maken aan de groepsdruk van wat men van ons zegt, van mij zegt. Waar ik allemaal aan moet voldoen om. Dat is de slavernij, gemeente. Dan hebben we nooit vrede. En nooit echte rust. Dan moet er altijd meer en dan moet er altijd iets bij. Gedoopt in Christus, die voor ons gestorven is en is opgestaan. Gedoopt. Wat doet Paulus nu als Petrus en Barnabas en anderen zijn opgestaan en ergens apart zijn gaan zitten? Nou, gemeente, dan spreekt hij Petrus in het midden van de samenkomst van de gemeente aan op zijn wangedrag. Wij zouden vandaag de dag zeggen, dat is niet zo diplomatiek, Paulus. Je had hem beter mee kunnen nemen naar de consistorie en onder vier ogen het zeggen. Doet hij niet. Want vergeet niet, gemeente, dat er jonge christenen aan tafel zitten. Net gedoopte, zo stel ik me dat voor. En die zijn door het optreden van Petrus en die anderen helemaal in de war gebracht. Christenen daar, die de vrede met God die hadden gevonden. Er waren vragen van hen afgevallen. Ze waren in de vrijheid gesteld. En nu zegt Petrus, jullie horen er wel bij, maar jullie zijn er nog niet helemaal. Er moet nog een leven bij conform onze geboden. Mozes. En u voelt wel aan, als dat gehoord en overdacht wordt, dan is de vrede en de vreugde en de vrijheid passé. Paulus zegt, Petrus, met andere woorden, Gods gebod wil gedaan zijn. Er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat. Gamaliel, al zag je in eindelijk dat je met de werken der wet, met doen en laten het toch niet redde. Nou, zo ging het bij mij niet, zegt Paulus. Paulus dacht juist dat hij de goede kant op ging. Met volledige inzet van al zijn krachten richting het koninkrijk van God. Hoe hoog was Paulus niet? Ik vergelijk dat met een touwladder, opgeklommen op die touwladder om de hemel te bereiken. Ik herinner me een versje van Ellie en Rickert ineens. Wij wilden de hemel bereiken. Een huis wat nooit zal vergaan. En dan zingen ze zo ontroerend. En toch zie ik ons nog naar de brokstukken kijken. Nog verder van huis vandaan. Een grijpend lied. Paulus. De hemel willen bereiken. Het koninkrijk van God. Door doen en laten. En de mensen keken tegen Paulus op. Jongen, jongen, jongen. Waren wij maar zo. Maar God zag in liefde op die Saulus neer. En dan zeg ik het misschien vanmorgen zo. Saulus liep tegen een vuist op. En toen viel hij. Hij schrok zich dood. Ja, dood. De dood van zijn ik. Opeens zag Saulus van Tarsen het. Zijn verblinde ik. En hij brak en Christus die raapte hem op en zette hem opnieuw in het leven. Ik ben dood gegaan, zegt hij, gestorven. Een streep door mijn ik, zeg maar rustig, het kruis door mijn ik. Ik ben met Christus gekruisigd, ik leef, maar niet meer ik. Nou, daar, gemeente, u herinnert zich die Damascus-ervaring bij hem.
Toen tuimelde Paulus naar beneden van die klimpartij. Hij werd genadig gestoord en geconfronteerd met Gods uitnemende zondaarsliefde. Wat doen, Saulus? En vul je naam erin. Niets meer doen. Maar hem alles laten doen. Die alles, alles heeft volbracht. Paulus, hij leert daar, en dat moet je telkens dieper leren, dat hij met alles wat hij zelf is voor God verdoemenswaardig is, maar dat hij met dat alles ook voor Gods rekening ligt. Alsof Jezus zegt, Saulus, op Golgotha ben ik door het oordeel van de wet aan de wet gestorven. Ik, Jezus, voor jou. De wet met al zijn eisen, doen en laten, uitgewoed. Ik heb de wet het volle pond gegeven. En op de derde dag wekte God me op. En toen kreeg ik mijn proefwerk, zegt Jezus met andere woorden. Op die derde dag kreeg ik het van de Vader terug. En toen stond erop een 10. Een 10. En dan mag je op grond van mijn 10 het leven in. Leven. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Maar niet meer ik. Nu ben ik vrij. Vrij van alles. Het meeste nog wel van mezelf. En gemeente, ik denk, en dat bent u toch wel met me eens, dat is het grootste wat er is. Dat je bevrijd bent van jezelf. Van jezelf het meeste last hebben. Voor Gods aangezicht levend. Met je geliefden levend. Als gemeente levend. Van jezelf het meeste last hebben. Wat ik anderen heb aangedaan. Wat ik God heb aangedaan. Je kunt wel eens last hebben wat anderen je aandoen. Dat kan ook heel wat zijn, gemeente. Ik wil niet bagatelliseren. Maar het haalt het er niet bij wat ik mezelf heb aangedaan. Ik denk aan die verloren zoon. Als die tot zichzelf komt, dan zegt hij, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader terug gaan. Wat heb ik gedaan? Ik kan mijn haren wel uit mijn hoofd trekken. Wat heb ik mijn vader aangedaan? Mijn broer, jaren niet gezien. Ik ga terug. Niet meer ik leef. Een ander centrum in mij. Wat ik ben en wie ik was, opgeruimd, gestorven. Maar nu leef ik op de wijze van Christus. Nu mag ik aangesproken worden op zijn liefde. Op dat leven wat in en door hem is. Christus leeft in mij. En laat er nou niemand vanmorgen in Gouda denken, ja, maar dan moet je toch ook wel weer, als Christus in ons leeft en je hebt dat gekend, ervaren, beleden, zoals Paulus, dan moet je toch weer verder. Pas op, gemeente, want dan komen we altijd weer met de wet aan. Dan moet je nu dit en dan moet je nu dat. En dan gaat het accent vallen op je moet geloven en je moet. En dan hoor je christenen spreken, ik geloof, met 2 hoofdletters, ik geloof en ik voel dit en dit vind ik zo moeilijk, ikke. Hoe leeft vaak ook in het christenleven dat ik weer op? En daarom verbaas ik mij niet hoe het in de christelijke gemeente gegaan is 2000 jaar lang. En tot op de dag van vandaag gaat dat ik leeft weer op. En dan ga je eigenlijk weer terug naar datgene waarvan je bevrijd bent, van je ik. En daarom zitten er ook in de christelijke gemeente weer van die dikke grote ikken. Die weer groeien. Dat is ook een modern woord. Je moet weer groeien. Groeien.
En je krijgt hoogmoedige christenen en gearriveerde christenen. En de een is nog beter dan de ander en gereformeerder dan de ander en bijbelser dan de ander en rechtzinniger dan de ander. En dan scheiden we ons maar weer af. Maar gemeente, ik verzeker u, gekruist leven is wat anders. Christus leeft in mij. En neem het dan eens letterlijk. Ik vind het bijna te mooi om waar te zijn, maar het is echt waar. Dat mijn leven, mijn lijf, het huis van Christus is. Christus leeft in mij. Dat hij die nieuwe bewoner is. En alle troep in mijn leven uit huis gezet. Onvoorstelbaar, gemeente. Wat een troep er in dat huis van mij te vinden was, is. En als dan hij de nieuwe bewoner wordt, Christus, dan worden alle wanden weer wit als sneeuw. Dan ken je mijn huis niet meer terug. Alles bekleed met Christus. Ik las ergens een mooi voorbeeld. Een jongen woonde nog thuis. En op zijn kamer, waarom moet het een jongen zijn? Nou, ik stond daar. Altijd een bende in zijn kamer. En moeder baande hem telkens om die troep eens op te ruimen. Pogingen werden gedaan. Maar er kwam per slot van rekening weinig van terecht. Het bleef een bende. Totdat zo'n lief verkering kreeg. En ineens was die kamer opgeruimd. Gemeente, zo gaat dat als er een ander in je leven komt. En dan moet die moeder nu niet gaan zeggen, nu je een vriendin hebt, moet je je kamer maar eens op gaan ruimen. Nee, gemeente. De liefde maakt schoon. En niet het gebod. Gemeente, laten wij ook na Pasen 2024 uit Christus leven. En laten we zijn liefde gedenken. Want dat maakt mijn leven, ons leven, anders. En dan niet omdat het moet, maar omdat wij van hem zijn. Gedoopt. Met hem begraven door de doop in zijn dood. En met hem opgestaan in een nieuw leven. Staan in de vrijheid waarmee Christus vrij maakt. O, nu versta ik broeder Paulus steeds beter. Christen zijn, dat is een opstanding uit de dood. Christen zijn, dat is, als ik ten avondmaal kom belijden dat ik midden in de dood lig. Maar ik zoek het leven buiten mij, in onze heiland, de Heere Jezus Christus. Christen zijn, gemeente, is geen fluwele ontwikkeling. Maar christen zijn, dat is een verrassing. Wat helemaal niet kon. Christen zijn, dat is verbazingwekkend. Een wonder. Ik in mijzelf dood. Ik in mijzelf niet zo'n fraai mensje, een goddeloze. Ik in mezelf een aartstwijfelaar, niet verder vertellen. Ik in mezelf soms iemand met een heel scherp tongetje. Ik met mijn verslavingen. Maar in dat alles schept God iets nieuws. Broeders en zusters, en dat heeft mij zo blij gemaakt. En dat maakt me zo blij en zo gelukkig. Ik wil het delen met anderen. Zo dankbaar wat hij doet door zijn geest in mij. En dat leven, dat zal me dan ook typeren. Daar hoef ik verder niet veel van te zeggen vanmorgen. Maar dat begrijpt u het en jij. Dat zal ons typeren in de omgang met elkaar. Als we de kerk uitlopen en elkaar nog even ontmoeten. En als we thuiskomen en hen ontmoeten die niet konden of geen zin meer hadden naar de kerk te gaan. Of die niet meer gaan. En als we morgen op ons werk komen, dat zal ons leven typeren, Christus, in de omgang met de ander. En dan vieren we samen hier de liefde. In het gedenken van zijn dood
en opstanding. Dat lied, dat houdt me al jaren bezig. Ik wil ermee eindigen. Leer ons dagelijks. Leer ons duizendwerven in uw kruisdood meegekruisigd sterven. En herboren opgestaan achter u ten hemel gaan. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Amen.